Dat zijn bij een nieuwe video van een Marquee Matchups. Er zijn vier wedstrijden deze weekend geselecteerd voor FIFA, voor de Squad Build Challenge. Als je alle vier compleet maakt, krijg je één premium gold players pack. Dat is een 25k pakket waar drie rares zijn en dan de rest spelers zijn. De vier wedstrijden zijn Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain, Ipswich Town tegen Norwich, Feyenoord Ajax, de klassieker, en de Timbers tegen de Whitecaps. We beginnen met de Amerikaanse. Wat je hier moet doen is 2 Portland Timbers of 2 Whitecaps FC players of LB eentje. Minimaal 4 Amerikanen of Canadezen. Minimaal 4 MLS spelers. Team chemistry is 90. En 11 in een squad. Je kan dit gewoon kopiëren. Want deze heb dan als enige niets. Ja, want als je deze op cam doet. En deze als striker. Dan krijg je genoeg chemistry. Op doel is Lamson. Rechts is Kato. Hetjes. Simon. Stamatopoulos. Center defense mid. Voor 5000 coins, pas op, ze zijn heel duur. 5k Tybert, en deze heb ik gesniped. Rechts mid Tezera, gelukkig had ik die als first owner. Tabla als links mid. Attacking mid is Swoom. Strikers zijn Dempsey en Manotas. Hier krijg je 1 Jumbo Silver Pack. Is heel veel geld. Want voor een zilver en dan je moet 2 spelers hebben en die gaat rond de 7-8k, dat is 15k voor een pakketje wat nog ineens 5k kost. Dus ik zou heel veel snipen. Dan gaan we nu naar Ipswich tegen Norwich. Wat je hiervoor moet doen is 1 Ipswich of Norwich speler, 4 uit de FNL Championship, 4 Engelsen, 6 gouden, 25 chemistry. En 11 in de squad. Je kan dit gewoon weer kopiëren. Het doel is Krauwe. Watson als rechtsback. Janssen en Stones centerback. Robertson linksback. Bowen rechtsmid. Onoma centermid. Met Capoe. Albrighton linksmid. Sharp en Dini in de spits. En je krijgt 1 Electrum spelerspack. Je kan dit gewoon kopiëren hoor. Dus maakt niet uit. Ik stel me wel op deze volgorde, want hier zijn allemaal strong links. En dus die en daar ook nog. Dus die moet per se aan de rechterkant of aan de linkerkant. Ik zou gewoon aan de rechterkant doen. En dan krijg je 1 Electrum players pack. Dan gaan we naar de Olympique Marseille tegen Parijs. Wat je hier moet doen is 3 Olympique Marseille of Paris Saint-Germain spelers. Ligue 1, 6 spelers minimaal. 2 rare spelers, 79 team rating, 95 chemistry en 11 in squad. En ik heb allemaal van League 1 gedaan, dus je kan gewoon kopiëren en geen problemen. Lopez op doel, Rafael als rechtsback, Julien en Rolando als centerback, Evra als linksback, Motta en Maite als center defensive mid, rechtsmid is dit, zeker rechtsmid. Is Sungu, Rabiot als centermid, linksmid Nakaluma en een spits Balotelli. Je krijgt 1 gold players pack. Dan, en als laatste, de klassieker Feyenoord tegen Ajax. Je hebt gelukkig maar 1 hoefte te kopen, dat is van Feyenoord. Is Larsen voor 1800 coins. Dolberg had ik al. Je kan deze niet kopiëren. Nee, je kan niet. Vanwege de loyalty. Je cannot copy this because of loyalty. Wat je hier moet doen is 1 final speler. 1 Ajax speler. Minimaal 4 Eredivisie spelers. Dan hebben wij ook 67 team rating. Chemistry 90. 11 in squad. Gabriel als doelman. Hebben we rechtsback Basta,
Tomovic en Tonali als centerbacks. Rui is linksback. Centermid Linetti, Rincon en Pereiro. Jan Ambax als rechtwing. Strijker is Dolberg en Larsen in de leftwing positie. Wat hoe duur is Dolberg? Aardig prijsje, 4k zo. Ja, 3-4k. Hier krijg je een prima goalpack. Klaar. Dan gaan we naar de pakketjes toe. En laten we hopen voor dit keer dat we eindelijk een walkout hebben. We hebben nog geen hoger speler gehad dan 84. Maar ja, dit jaar is de geluk niet aan mijn zijde tot nu toe. Ik heb 5 pakketjes. Dat was de eerste zilveren trouwens. Hè? Dus deze eerste zilveren. Kan het een zilver invorm zijn, maar ik ga er niet vanuit. Nee. Iemand uit de MLS. Ja, maar geen interessante volgens mij. Nee, dus niet interessant. Wel 500 coins. Deze discarden. Dan gaan we naar de Electrum Placeback. 12 spelers, 6 goud, 1 reg. Hier kan misschien wat leuks uitkomen. Geen, maar wel een golden reg. Huh, we hebben Rui terug. We hebben Marui terug. Dat is een. Oh. Hier had de MLS. Hier. Oeh, Verena. Die kan waar zijn. Die ga ik op de transferlijst zetten. Die wil wat geld terug. Terug kan ook nog waar zijn. Hier, deze 3k waard, joh. 3k, hop. Dus dat klaar. Hop. Oeh, Amerikaan. Amerikanen kan geld waard zijn, 59, laten we 700 doen. Voor de rest, niets te bijzonders. Oh, hier nog een Turk. Oh, nou, laat een Turk spelen, oh, niet laten we zitten. Dan gaan we naar het volgende pakketje. De Gold Placeback. Weer erg goud op Jesus. Dan is er niets. En ik heb het gevoel dat ik het al eerder gehad heb. Ik turbe. Oh, die is helemaal gezakt. Hij kan waar zijn omdat hij Engels is. Nee. Die discarden en dan gaan we naar de Jumbo Premium Gold Pack. Een Jumbo Packje. Ga er niet vooruit. Nee. Weer Global Jesus of Bakayoko. En Yemma. Slecht. Slecht. En dan gaan we laatst kijken. Laten we hier kijken als hier uitkomen. Nou, als je de video hebt genoten hebt, geef deze video een duimpje omhoog. En dit is een border. Dan wordt toch wel iets neus leuks. Oh. Oh, Kale 84. Netjes. Maar als je deze video leuk hebt gevonden en nuttig hebt gevonden, geef deze video een duimpje omhoog. Oh. Rabiot kan ook nog geld als zijn. En zet ik deze op de transferlijst. Hij kan een waard zijn. Verkopen. Maar als je het leuk vindt, geef de video een duimpje omhoog. Dat is de derde keer. Maar
Geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer FIFA content. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao ciao.